Dag lieve reviewvrienden, hoe is het? Nou, je best goed hoor. Zeg, ik krijg de laatste tijd altijd berichten van waar ben je nou mee bezig met die rare reviews, man? Ga eens wat beter doen met je talent en tijd. En dan zeg ik tegen die mensen, maar dit is wat ik graag doe. Nou, daar komt die hoor. Wat zit er onder het doosje? Even kijken wat ons Achmedje heeft opgestuurd. Ah, leuk. Snoepies. Nu dacht ik dat het snoepjes waren, omdat er heel groot Mentos op staat. Maar ja, hier staat dan weer Pepsi op. Dat zijn dan weer geen snoepjes, maar dat is wat om te drinken. Maar wat blijkt het nou? Het zijn van die lippenstifties, hoe heet dat? Van dat vet, van die balsem. Goh, wat leuk. Gaan we die eens even proberen, alle drie. We hebben Mentos gewoon, Mentos met aardbeien en Pepsi lippenbalsem. Nou, dat zou wel heel erg lekker zijn. Ik het niet. Oh, ik ben zo slecht aan het uitpakken van die troep altijd. Dat is één. Dat is twee. En dat is drie. Lipbalsem is natuurlijk hartstikke handig. Zeker nu het wat kouder wordt, hè, voor de schrale lipjes. Let er maar wel op. En waarom niet met een lekker gek smaakje? Het ruikt gewoon precies naar Mentos. Het smaakt helemaal niet naar Mentos. Ze glimmen wel mooi hoor. Dit smaakt 0,0 naar Mentos. Dan gaan we maar eens naar de Mentos Strawberry. Kijk, die is mooi roze. Ik moet even mijn bakjes afvegen hoor. Ja, want anders smeer ik het ene vet op het andere vet. Ja, daar hebben we ook niks aan. Overigens begint dat Mentos balsempje begint wel een beetje te prikken. Dus dat misschien toch een beetje die munt die erin zit. Heel licht. Beetje fris gevoel. Tijd voor Mentos Strawberry. Oftewel Mentos aardbei. Het ruikt verschrikkelijk chemisch. Dat kan natuurlijk ook niet anders. La, 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 la. Is het ook roze? Ja, een beetje wel. Deze strawberry Mentos lippenbalsem ruikt niet alleen naar chemische aardbeien Mentos. Het smaakt er ook naar. Deze heeft een eigenlijk best wel een lekker smaak. Een zoet. Oh, ik kan er niet tegen die troep op mijn gezicht. Laatst vond mijn vriendin en mijn dochter het ook heel leuk om mij op te maken. Mijn hele kop onder het smeer. Laat ik wel even zien. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat gevoel dat het allemaal op je zit. Ik begrijp niet dat vrouwen dat heel prettig vinden hoor. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Ik gebruik één likkie goedkope crème 's morgens. En dat is het dan. Ik heb niet eens lippenbalsem als ik droge lippen heb. Tijd voor de Pepsi lippenbalsem. En die hebben ze dus met een plasticje. Hebben ze die For Your Protection staat erop dichtgeplakt. En dat gaat er dus niet af. Dus dat is gewoon verschrikkelijk. Cola lippenbalsem met een cola kleur. Lekker man, lichtbruin. Leuk voor op je lippen. Dan vragen mensen zich gelukkig niet af wat je in godsvredesnaam gedaan hebt. Als je met een lichtbruine bakkers aan komt zetten. Hoi, waar ben jij geweest met je mond? Ruikt gewoon naar Pepsi. Dus naar vieze cola. Laten we eerlijk zijn, ik weet niet of dit heel erg goed is om te vertellen. YouTube is nogal streng. Maar als ik ergens cola bestel en ik krijg Pepsi, dan drink ik het dus niet op. Dan is het namelijk niet te zuipen. Maar, eigenlijk best vreemd. Iedere keer als ik dit opsmeer, begin ik vanzelf een heel raar liedje te zingen. Ik weet niet hoe dat komt. Het is niet echt bruin, hè? Valt mee. De Pepsi lippenbalsem smaakt gewoon heel licht naar zo'n cola dropsleutel. Weet je toch vroeger?
Daar smaakt het naar, het smeert op je lippen. Er is één probleem met de Pepsi lippenbalsem. Het brandt als de pest. Ik heb het gevoel dat mijn mond in de hand staat. Oh kijk, er komt ook een soort bruine prut af. Lekker. Oh, het brandt wel heel erg. Oh, dit vinden mijn lippen niet heel erg prettig. Ik heb het gevoel dat ik een soort zuur op mijn mond heb gesmeerd. Deze review heeft mij pijn gedaan, want mijn mond zat dus in de hens. Maar goed, laten we wel gewoon cijfertjes geven, hè? Want daarom doen we dit. Mentos lippenbalsem heeft geen smaak. Is dat erg? Nou ja, vind ik wel, want waarom heb je anders Mentos lippenbalsem? De cola lippenbalsem, tenminste cola, Pepsi, die heeft wel smaak. Maar, naast dat je een bruine bakkers krijgt, naast dat het een vrij chemische cola smaak heeft, valt je mond er bijna af van dat spul. Dus deze lippenbalsem krijgt van mij een 3. Deze brandt niet. Tintelt licht. Maar ja, dat zal misschien de munt dan zijn. Maar het probleem is van de Mentos lippenbalsem. Daar hoopte ik dus een beetje die frisse smaak en sensatie van een Mentosje mee te hebben. Maar deze geeft niks. Behalve een beetje, ja, een beetje vet op je bakkers. Deze krijgt dan dus ook een 5. Maar de winnaar, wat ik niet had verwacht. Want ik heb helemaal niks namelijk met de Mentos met smaakjes zoals aardbei. De winnaar is Mentos aardbei. Want naast dat je een mooi roze gloedje op je lipjes krijgt, is de geur en de smaak niet vies en voldoet het aan het idee dat dit inderdaad Mentos aardbeien lippenbalsem is. Dus deze, die krijgt van mij gewoon een 7. Want zo ben ik ook weer. Mwah, voor jullie allemaal. Mwah.